Hallo mensen, mijn naam is Vladimir Wieringa. Ik laat jullie vandaag zien hoe een kastalarm werkt. Een kastalarm, dat is een... zijn twee houtblokken. Ja, met elektro eraan. En dit is een mond. En je kan er gewoon bij tekenen. En u ziet de neus. Dat kan zien, want als het licht is, dan gaat hij piepen. Ik vind het irritant als ik de hele tijd te praten met zo'n gepiep erin. Dus ik zet hem zo meteen aan. Ik laat jullie zien hoe hij werkt. Je doet de accu. Doe je erin. Dan hoor je een stom piepgeluid en je doet hem in je kast. Dan piept hij nog steeds, maar als je hem dicht doet, dan stopt hij. U ziet. En als ik bijvoorbeeld een boef ben en ik wil iets in je kast stelen, ik zal in bed en dan word ik wakker en dan ze van, je bent een dief, jongen. Nou, zo werkt hij dus. Zo werkt een kastalarm. En deze kan je maken op de jonge onderzoekers. En als je meer wilt weten over de jonge onderzoekers, ga dan naar www.dejongeonderzoekers.nl. En wil je nog meer weten over mijn kennis Richard, ga dan op YouTube naar Radio Interessegroep op YouTube. En kijk naar zijn filmpjes, dan zie je nog meer uitvindingen. Doei mensen!